Als je vindt dat er hbo'ers in de UB mogen, dan doe je de groene kaart omhoog. Het gaat hier om een rugvoorziening en die wordt ook betaald door de rug, hè, door de mensen van de rug. En ja, als er andere mensen gebruik willen maken van deze voorziening, dan zullen ze daar ook aan mee moeten betalen. Zo simpel is dat. Volgens mij is de UB een openbare gelegenheid. Dat wil zeggen dat iedereen daar vrij in is om daar naar binnen te gaan. Met andere woorden, iedereen mag gaan en staan waar hij wil. En dus ook hbo'ers. Nou, even dan de realiteit. Tot nu toe, in ieder geval, is het college van mening dat er in het kader van goed nabuurschap er geen reden is om op dit moment op te gaan treden. Wat wij willen zijn, en we denken dat dat nodig is om de universiteit in de toekomst welvarend te houden, is een academische gemeenschap. En dat betekent dat de input van een ieder en dus ook van studenten buitengewoon waardevol is. Een goed functionerende uurraad gaat dus wat mij betreft ook niet alleen over belangenbehartiging. Het gaat ook over meedenken waar de instelling als geheel naartoe moet. Dus wij verwachten ook, echt niet altijd zo, dat zowel personeel als studenten soms ook over de eigen grenzen heen kunnen kijken en voor beslissingen kunnen stemmen die voor de instelling als geheel van belang zijn, eerder dan voor een subgroep. Rendementen moeten omhoog, de studenten moeten zo snel mogelijk afstuderen. Ja. Vrouwen moeten aan de rug meer mogelijkheden krijgen dan mannen. Nee. Kun je het tegenover je leerlingen op het hbo verkopen dat ze niet in de UB mogen? Ja. Mijn belangrijkste motivatie om in de uurraad te gaan is het de poen. Kwaliteit, keuzevrijheid en concrete resultaten. SOG maakt het mogelijk. Stem SOG. Waar wij gewoon voor pleiten is dat we gaan samenwerken om een zo goed mogelijke universiteit voor elkaar te krijgen. En de GSB gaat zich daar helemaal voor inzetten. Medezeggenschap zou moeten zijn om te verdwijnen, ben ik van overtuigd. Als problemen opgelost zijn, dan hoeft er geen medezeggenschap meer te zijn. Les Caliviero staat voor goed onderwijs in een inspirerende omgeving waarbij je alle vrijheid hebt om je eigen studie in te richten, maar waar kwaliteit altijd bovenaan staat.